Yo allemaal, leuk dat jullie kijken weer naar een gloednieuwe video. Vandaag zijn wij aan het vissen op Silt. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik ben gaan vissen op Silt. De tijd is alweer een beetje gekomen, het is al wat warmer geworden. En ik merk ook dat er weer een hoop vis actief is. En zodoende, alles ligt er nu al in. Ik zie al bellen bij mijn aas, dus ik ga alles goed in de gaten. Er komt sowieso een paar mooie ziltjes uit waarschijnlijk. Ik ben nu op de pen aan het vissen. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren vandaag. Jullie zullen het natuurlijk zien. En laten we eens kijken wat voor mooie visjes eruit gaan komen vandaag. Yo, ik spreek jullie zo weer. Nou jongens, wat kan ik zeggen over de visserij qua zilt? Hoe pak ik het aan als ik ga penvissen? Sorry voor het geluid op de achtergrond. Er wonen wat mensen hier om de hoek. Dus jongens, wat kan ik vertellen over het penvissen? Hoe pak ik het aan? Wat doe ik ermee? En hoe en wat? Nou, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik gebruik maar één soort voer. En dat is namelijk mais. Mais. Mais is gewoon key. Voor het ziltvissen. Kijk, ik ga niet zeggen dat ik nu dus alleen maar zilt ga vangen, want dat is niet zo. De kans dat ik een braarsum vang of een karper is alsnog zeer aanwezig. Alleen weet ik van mijzelf dat de stek waar ik nu vis, dat daar gewoon de vissen keiverzot zijn op die mais. En ik ga niet zomaar mais invoeren. Ik heb dit mais namelijk ook nog gepureerd. Dit wil zeggen dus dat ik niet heel ver kan vissen, aangezien dit ja, gewoon helemaal klein is gemaakt. Dus ik moet het er wel ingooien. Ik kan het misschien natuurlijk ook met een kopje kan ik dan het omkiepen. Dat kan ook. Alleen doe ik dat niet. Want gooien werkt voor mij gewoon prima. En bovendien op de afstand dat ik nu vis is gewoon keilastig om dat te bereiken. Want namelijk waar ik nu in het vissen ben, daar zit een gigantisch gedeelte planten aan de voorkant van de oever. Dus ik moet wel redelijk ver vissen. Wil ik ergens erbij kunnen. Dus zodoende. Wat heb ik eigenlijk meer te zeggen? Gewoon dobbertje, onderlijntje eraan, wat lood, een paar maiskorrels erop en gaan. Eigenlijk valt er vrij weinig over te vertellen. Ik vis nou gewoon echt puur op de bodem, niet net boven de bodem. Meestal vis ik rond de ochtend of in de middag, meestal aan het einde van de middag. Want in de ochtend dan, ik kan nooit zo snel uit bed komen in de ochtend. Dus, daarom. Dus meestal aan het einde van de middag, rond een uur of 7 ongeveer, dan ga ik op pad. Dan wordt het wat minder warm, minder zon, vis wordt wel actiever, merk ik dan. En dan meestal gaan ze wel bijten. Af en toe mooie karper erbij. Maar we gaan zien wat er voor de rest nog gaat komen vandaag. Jongens, kijk klein ziltje. Kijk mooi visje. Ik was net aan het filmen en in één keer duikt mijn dobber gewoon weg. Kijk klein visje, super leuk. Schitterende visjes zijn dit. Echt gaaf. Top, ik ga weer terug. Nou jongens, ik ben nog letterlijk. Ik gooi net weer mijn aas bij en vervolgens ziet er gewoon nog, of schiet, het is geen roofvis, komt er gewoon nog een zilt op. Echt gaaf jongens, echt, dat ging niet normaal snel. Ja, kijk eens wat mooie gave vissen. Zo'n kei mooie groene kleur, olijfgroen en ze knorren ook heel vaak wanneer je ze op de kant hebt. Super gaaf. Ja, zilt, gaaf, gave vissen. Maar ja, deze vis, jongens, die zet ik weer netjes terug. Thank you.
Een heel leuk weetje om te weten van zilten is dat zilten heel makkelijk te herkennen zijn of het een man is of een vrouw. Als je onder de buik gaat kijken van een zilt, dan zie je dat de borstvinnen van mannetjeszilten helemaal opgezet staan. En de vrouwtjes hebben dat namelijk helemaal niet. Die hebben namelijk hun vinnen gewoon parallel bij hun buik zitten. En zo kun je namelijk heel makkelijk herkennen of een mannetje of een vrouwtje is. Nou jongens, een andere belangrijke tip die ik mee wil geven. Als je gaat vissen richting schemer, draag altijd of meestal wat langs. Iets met lange mouwen, lange broek. Ook al is het lekker in de middag, wanneer de zon nog een beetje staat, dan is het lekker warm. Maar richting de avond, dan wordt het steeds kouder. Wat je ook merkt is dat er steeds meer muggen komen. En je gaat er echt heel erg last van krijgen als je nog een korte broek aan hebt of een shirtje. Dus het is altijd belangrijk dat je wat langs draagt als je richting het schema nog gaat vissen. Keigave vis, jongens. Ik dacht dat hij heel groot was, valt toch best wel mee. Maar het is een mooi visje. Weer een zilt. Derde zilt van deze middag. Mooi. Gaaf. Super visjes. Oké, ik ga even terug, jongen. Nou jongens, het gaat enorm lekker op het moment. Vandaag heb ik 4 zilten gevangen volgens mij. Ik heb toch wel een aantal vissen misgeslagen, dus dat is wel erg jammer. Maar goed, het hoort erbij. Het is vissen en je vangt niet altijd wat of het gaat soms heel goed en soms gaat het wat minder goed. Dat is eenmaal vissen. Maar afgelopen paar dagen ben ik ook geweest. Nou ja, volgens mij dan vind ik er 3, dan vind ik er 2, dan vind ik er 1. En sommige dagen vind ik gewoon helemaal niks. Dus, goed. Vandaag is op een of andere reden extreem goed. Ik ga het waarschijnlijk nog een uurtje proberen. We zullen kijken of er nog 1 visje uitkomt. Misschien wel, misschien niet. En dan houden we het voor gezien waarschijnlijk. Scheppen, jongens, en dan laat ik hem wel zien. Jongens, wat ook erg opvalt tijdens het ziltvissen is dat zilten namelijk hele voorzichtige vissen zijn. Op sommige wateren zijn ze wat makkelijker, maar op andere wateren zijn ze enorm lastig te vangen. Omdat ze echt enorm lastige kleine tikjes aanbeten geven. En af en toe gewoon spelen met je aas. Ik merk zelf ook, bijvoorbeeld vandaag gaat het keigoed. Ik heb nu 4 zilten ongeveer. Maar er zijn soms dagen waarbij ik maar misschien eentje vang. En dat ik misschien 5 missla. En dat kan gewoon gebeuren. Maar wacht geduldig af. Als je vermoedt dat er een zilt op je stek zit, wacht rustig af tot die dobber mooi wegloopt. Af en toe dan begint die dobber in één keer omhoog te gaan, omlaag te gaan. Dan gaat hij een beetje naar links, gaat hij een beetje naar rechts. Wacht gewoon helemaal af tot die dobber mooi wegloopt. En zeker ongeveer, ik wacht meestal 2 seconden, als hij mooi blijft aantikken en mooi weg blijft lopen, dan sla ik aan. En mocht je misslaan, dat is natuurlijk pech, maar de kans dat er misschien een andere zilt of een andere vis op je stek terugkomt, is zeer aanwezig. Dus wees altijd gewoon geduldig, wacht mooi af en dan vang je zeker wel een zilt. Komt wel goed, echt wel. Nou jongens, ik heb een onwijs mooie zilt gevangen. Waarschijnlijk de grootste van vandaag. Kijk, een goudklompje. Super gave vis, man. Super gave vis. Kijk dan. Wat een mooie vis zijn dit, zeg. Ongelooflijk.
Echt, dit is mijn zesde vis van vandaag. Maar met deze vis gaan we het ook zeker afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Is dat nou zo? Geef dan even een likeje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan zet ik deze mooie vis weer terug. Zo gaaf. Kijk dan. Zo gaaf. Yo, deze gaat terug.